Nou, ze dachten dat het gisteren ontruimd was, maar het was helemaal niet ontruimd. Het was nog steeds gekraakt en de mensen nog steeds actie tegen ontruiming. Hoe kan dat nou? Er was toch ME binnen? Ja, sukkels. Het was steeds gekraakt en vandaag is het dus een actie. Nog steeds tegen het woningbeleid van de gemeente en tegen speculanten die hier jup-appartementen gaan maken en pinautomaten in de gevel gaan douwen. En terwijl hier mensen gewoon wonen en een sociaal centrum hebben, die nu op straat worden gegooid. En hoe lang blijven ze nog zitten, denk je? Zolang het lukt. Kraken gaat door, hè, zeggen ze toch? Kraken gaat door. Imagine the holiday in Amsterdam. And more. It's fucking brilliant. It's my first time in Amsterdam. I'm from Ireland. Tommy, laugh. Say hello to everyone. This is crazy. Die gasten, daar is er geen begin aan. Ik vind wel terecht dat ze eruit worden gezet. Ja, ik vind het wel. Want dat is vreselijk, die wonen dat helemaal uit. Dat is zo zonde van zo'n gebouw. Kijk, daar gaat de zwarte vlag uit. Jongens, eind ons te boven. Agenten die komen uit dat ding en dan gaan ze gaten in het dak zagen. Wat gebeurt er dan? Nou, ze met een eigen trappetje naar beneden en dan van verdieping naar verdieping. Er is een regel voor, dat is omdat ze liever niet via de gebruikelijke trappen gaan. Omdat ze ervan uitgaan dat die toch niet handig zijn. Of dan doen ze gewoon hun eigen weg, de eigen weg zagen. En die mensen die binnen zitten, wat doen die doorgaans? Of ze wachten af of ze zijn verstopt. Het zijn ook mensen die gaan de krant lezen en een check hier roken. Dat kan ook. Dan zit je daar niet binnen en denk je niet van oh jee. Waarschijnlijk wel. Want als je gepakt wordt, dan ga je de cel in. Ik denk dat deze mensen allemaal opgepakt worden en vastgezet worden. Waarschijnlijk wel een dag of 10 of een maand. Misschien nog wel langer.